als je klein bent, je werkt samen, meerdere paars ben je toch groot. Dus je hoeft niet heel groot te zijn voor groot te zijn, zeg maar. Nou, vanuit deze locatie waar we nu zitten, konden wij onze expansie niet meer genereren en konden we ook niet hetgeen maken wat we graag wilden. We zijn met onze kleine bouwonderneming nu een paar stappen verder dat we al grotere projecten aannemen. Daardoor zijn we zelf ook een beetje uit ons jasje gegroeid. De ruimte haak ik nodig. De vraag voor de vraag en aanbod dus, moet wel een beetje meegaan. Anders blijf je stilstaan, hè? En dan is echt eruit gaan. Je bent op zoek naar een nieuwe locatie en dan kom je in contact met toevallig een vriend van mij die eigenlijk ook heel graag wil gaan bouwen. En ja, samen zeg maar wel onderzoek gedaan. En nou wil het toeval dat degene die eigenlijk voor ons het pand zou gaan bouwen op ongeveer diezelfde locatie ook bezig is. Dus ja, we zijn nou met vier bedrijven eigenlijk tegelijkertijd een nieuwbouwlocatie aan het volzetten, zeg maar. Daar waar je zeg maar, gebruik kunt maken van elkaars diensten, dat doen we. Hè. Dus dat houdt in zeg maar, dat Roma de ICT aanbrengt bij de bedrijven en dat Leemskuilen door de aannemer is die het bouwkundig zeg maar, voorziet. John Vriends Timmerwerken verzorgt de timmerwerken en wij als Vrees en Van Dijk verzorgen de weginstallaties en de warmtepompen en dergelijke. Je moet niet denken dat je alleen bent en als je samenwerkt, ja, kan je ook iets moois neerzetten. Nou ja, goed, je gaat een hele investering doen, maar je kan zo de kosten al echt flink omlaag brengen door gezamenlijk in te kopen. Wat wij zelf ook heel belangrijk vinden is het terugbrengen van de uitstoot, transportbewegingen die wij maken in een bouw, die we daardoor terug kunnen brengen. Dat speelt allemaal met zich mee. We proberen allemaal natuurlijk met lokale ondernemers te bouwen. De warmtepomp dan? Krijgen we dadelijk. Ik kreeg dadelijk rond de 40 zonnepanelen op dat ik denk toch helemaal zelfvoorzienend ben van stroom. En ja, dat is ook voor nu natuurlijk bewuster. Wij kunnen 95% van de dingen die wij doen, die kunnen we op afstand. Kijk, natuurlijk heb je altijd installaties op locatie die natuurlijk wel fysiek plaatsvinden. Maar beheer, onderhoud, support, ik denk dat zelfs 99% van de storingen eigenlijk allemaal remote plaatsvinden. We hebben dadelijk een locatie waar we alle mogelijkheden hebben om mensen die vragen hebben over warmtepomp direct te kunnen laten zien. We hebben een aantal werkende opstellingen staan. We kunnen het geluid laten horen. Dus alle vragen die daar dadelijk uit voorkomen, kunnen we daar laten zien. Dus daarom willen we ook graag zo snel mogelijk daar naartoe. En kan er iets wat ik niet kan en andersom ook, zeg maar. En zo probeer je toch een duurzame band met elkaar te ontwikkelen, waar ze in de toekomst elkaar ook blijven sterken. En ik denk als je dan samen gaat bouwen, kijk, het is een hele grote stap om te gaan bouwen. En als je dat met elkaar doet, dat brengt een band voor het leven. Ja, wat ik gewoon heel mooi vind aan dit traject, zeg maar, of aan deze samenwerking, is de manier waarop het tot stand is gekomen. Allemaal Deurnense ondernemers die elkaar in de netwerken treffen. Ze zijn allemaal echt actief op zoek naar de samenwerking, zeg maar. En je ziet dat de samenwerking hen verder brengt om een duurzame ondernemer te worden. En duurzaamheid zit in diverse vlakken. In de manier waarop er gebouwd wordt, of duurzaam gebouwd, hè, energie-neutraal of misschien zelfs energieopwekkend. In de producten die ze gebruiken, in de producten die ze leveren. Maar ook in de samenwerking. Zo'n samenwerking zorgt voor veel meer duurzaamheid, zeg maar. Toekomstbestendigheid voor de ondernemers. Ze gaan echt een samenwerking aan buiten die langer loopt dan enkel deze bouw. Ja, en dat maakt ze tot duurzame koplopers. Thank you.